Want de toerismesector die heeft het moeilijk vanwege dat coronavirus. Ja, we wisten inderdaad al dat de reisbranche het lastig heeft. Hè. We boeken minder vakanties naar het buitenland. Maar nu wordt ook steeds zichtbaarder dat andere sectoren, zoals toerisme en horeca, het lastig hebben door dat coronavirus. Bijvoorbeeld het aantal geboekte hotelovernachtingen in Utrecht, dat is ingestort. En ook in Amsterdam zijn de geboekte tochtjes gedaald. Dat zeggen ondernemers tegen AT5. Het gaat dan bijvoorbeeld om een bezoek aan het museum of aan een grachtentocht met de rondvaartboot. En ook Koninklijke Horeca Nederland maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het virus. Zij zien dat de eerste ondernemers al voor een paar dagen hun deuren sluiten omdat ze te weinig klandizie hebben. En voorzitter Pim Evers die verwacht dat horecabedrijven in de financiële problemen zullen komen. Nou, de Tweede Kamer die buigt zich daarom onder leiding van het CDA over, ja, wat kunnen we doen voor die ondernemers. Het CDA pleit daarom voor de terugkeer van de deeltijd-WW. Dat is eigenlijk een manier voor bedrijven die ze kunnen aanvragen als onvoldoende opdrachten krijgen om hun eigen personeel aan het werk te houden. En een werknemer met deeltijd-WW kan dus op die manier wel officieel in dienst blijven. Nou, minister Koolmees ziet dat op korte termijn niet gebeuren, dus die terugkeer van die deeltijd-WW. Maar hij heeft wel gezegd, ja, we willen ons wel graag buigen op hoe we op een andere manier ondernemers kunnen helpen. Eerst even dat de noodfonds wat ze bij de horeca voorstellen. Wat is daar het verschil mee? Heeft u daar enig idee van wat u voorstelt? Volgens mij geeft de horeca, het trekt vooral aan de bel dat zij door het virus, wat het bestrijden van corona is natuurlijk eerste plaats een groot volksgezondheidsvraagstuk. Daar gaat de grootste prioriteit naar uit. Maar je ziet dat bepaalde sectoren in de economie extra hard getroffen worden. En het is logisch dat de toerisme en de recreatie daarbij horen. Zij trekken aan de bel en zeggen, wij hebben hulp nodig, omdat door deze crisis wij in de korte termijn bedrijven om zouden kunnen vallen. Zij bepleiten daar een fonds voor. Ik denk dat wat wij nu doen als Kamer en met de motie van het CDA, die gisteren ook gesteund is door een meerderheid in de Kamer, het meest effectieve doen. En dat is namelijk door die tijdelijke vraag uitvalt waar nu sprake van is, kunnen bedrijven die verder gewoon gezond zijn acuut in de problemen komen. En daar was de WW, dus is daar traditioneel niet voor bedoeld. Maar we hadden vroeger deeltijd-WW, waarbij juist bij zo'n vraaguitval bedrijven daar gebruik van konden maken, zodat personeel niet onnodig ontslagen wordt, omdat dat een tijdelijke piek is. En het gaat net een stapje verder dan die werktijdverkorting. Dat klopt, het ligt een beetje in elkaars verlengde. Het kabinet heeft met die werktijdverkorting een eerste goede stap gezet om te zorgen dat de economie niet te hard geraakt wordt door deze crisis. En wij vinden als CDA dat dat nog verder moet gaan, dat er meer moet gebeuren om de klappen voor de economie juist in dit soort sectoren op te vangen. En hebben daarom gezegd die deeltijd-WW moet terugkomen. Daar was het kabinet in eerste instantie niet enthousiast over. Nee. De Kamermeerderheid heeft ons nu wel gesteund en minister Koolmees heeft dus aangegeven dat hij aan de slag gaat. En of dat een uitbreiding van die werktijdverkorting wordt, of echt de fulltime deeltijd WW, dat moeten we afwachten. En op welke termijn verwacht u daar antwoord op? Kijk, dat moet op korte termijn gaan gebeuren, want de crisis is nu. De klappen in de economie bevinden ook nu. Dus naast de volksgezondheidskant, waar heel veel gebeurt op dit moment, wat ook hard nodig is, zal het kabinet ook snel met verdere stappen moeten komen om die klappen in de economie op te vangen. Ja. En gelukkig hebben we ook gisteren minister Hoekstra bij uitspreken dat het kabinet alles op alles zet om dat te gaan doen.